wat bijzonder is, dat bij de auteurs die zijn gevraagd om de tekst van hun leven te selecteren en ons voor te leggen, zodat we die ook konden uitdelen. Dat eigenlijk elke auteur iemand van zijn voorkeur heeft gevonden en Frans Tromeesen daarvoor niet zo ver heeft gezocht. Hij heeft een tekst van zichzelf, van eigen hand gekozen, als tekst van zijn leven. Maar ik denk dat u zeer goed zult begrijpen waarom. Als hij die gaat voorlezen, wil je die eerst voorlezen en dat we dan erover spreken, ja, is dat misschien het beste. Ja. Een passage uit Schaduwkind, door Frans zelf nu voorgelezen. Dit is het dus. Het is moeilijk het moment te achterhalen waarop ik begreep dat ze reddeloos verloren ging. Of eerder, wanneer ik durfde toe te geven dat ik het wist. Want een bepaald soort inzicht vaart eerst een tijdje als verstekeling met je denken mee, stilletjes, zonder op te vallen. Een donkere figuur verborgen in een van de reddingssloepen op het tweede dek. Je weet het, met al je ter beschikking staande vermoedens, weet je het. Je wilt het alleen nog niet zeker weten, als bij een brief die je niet hebt durven openmaken. En ook wil je het voor elkaar niet weten. Je wilt het elkaar niet aandoen. Er is nog iets anders, dat is de taalkwestie. De kwestie van de mededeelbaarheid, je weet het. Maar je weet niet hoe je het zou moeten zeggen. De tong tast vergeefs het verhemelte af. Alle woorden die je aantreft lijken geleend, niet van toepassing. Er is niet iets vergelijkbaars voorhanden, geen voorbeelden ter navolging. Ondertussen werken de gedachten gewoon verder aan de anekdote die ze later te horen zal krijgen. Hoe papa en mama de hele nacht bezorgd bij haar ziekenhuisbedje hadden gestaan. Ons meisje zelf liet niets merken. Ze had zich diep in haar binnenste verschanst, zocht ergens in haar lichaam nog houvast. Het bezoekuur was al lang verstreken. Wij waren als enige ouders overgebleven tussen de slapende kinderen. De nacht sloop de afdeling binnen, dempte de geluiden, doofde de lichten. Onbewaakte monitoren produceerden plichtmatig getallenreeksen, zoals een zinkend schip luchtbellen. Ik sta achter het grote raam, een gestalte die naar buiten staart. Aan de hemel geen maan. Er is alleen het neon van straatlantaarns en verlichte kantoorgebouwen. De wolken worden enkel van onderen beschenen. Daarachter duisternis tot aan het einde der tijden. Achter me, weet ik, buig jij je voor de zoveelste keer over haar heen. Je verschikt haar luier, verlegt een buis, een kabel, een draad die uit haar komt of in haar moet. Je aait een onzichtbare haar uit haar gezicht. Ik druk mijn voorhoofd tegen het koele vensterglas. In de diepte kriebelt het doorgaand verkeer dat als bloed door de stad stroomt. De asfaltwegen en de straten een netwerk van slagaders, aderen en bloedvaten om de stad tot in de alle uithoeken van levende mensen te voorzien. Dit is het dus, werd er in mij gedacht. Dit is het ergste wat mij kon overkomen. En het is nu aan het gebeuren. Daar achter me gaat ons kind nu dood. Straks is ze voor altijd weg. Ik wist het, maar ik voelde het niet. Ik voelde helemaal niks meer. Een steen was ik geworden. Ik kon alleen nog breken. Je schrijft in dit fragment zelf ook die zin geen voorbeelden ter navolging. Ja. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom je deze tekst nu als tekst van je leven kan presenteren. Ja, het klinkt een beetje ijdel natuurlijk, eigen tekst. En dat is zo. In de hand? Oh ja, doe maar. Ja. Ja. Oh, pardon. Ja, maar het was bij mij echt een concrete situatie. Toen ik hiervoor kwam te staan, vond ik helemaal geen boeken. Al mijn lievelingsschrijvers bleken me in de steek te hebben gelaten, die wel schitterend schreven. Maar
het was niet voor mij ter zake. Ik kon eigenlijk niks, geen tekst vinden die mij inzicht gaf over wat er aan het gebeuren was. En toen ben ik het zelf over gaan schrijven. En dat had nog helemaal geen... En daarom kan ik deze tekst ook makkelijk nemen. Ik had helemaal geen publicitaire bedoelingen daarmee. Ik schreef gewoon zoals je in een houtje kerft. Of een ander misschien op een fluitje speelt. Of piano gaat spelen. Of een schaakprobleem gaat oplossen. Hè. Gewoon eigenlijk omdat ik nou eenmaal altijd schrijf. En ja, dat is een prettige positie aan het bureau. En ja, je hebt geen contact. En toch in zekere zin wel contact met de wereld. Dus ik vond het een prettige positie. En toen vond ik eigenlijk voor mij het schrijven uit. En ik kon ook mijn eigen werk niet meer lezen. Dus ik had ook het idee, ik heb het nu ook als schrijver gehad. Het boeit me niet meer. Het is gedaan. En uit die gedachte heb ik die tekst geschreven. En gek genoeg kreeg ik daarna ontzettend veel zin om te schrijven. En ik heb veel meer en sneller en met meer plezier geschreven dan daarvoor. En dus in die zin is het een elegie, maar in wezen een hele vitale tekst voor mij. En dat is de reden dat ik hem ook makkelijk kan voorlezen. Het gaat voor mij niet alleen over een verlies. Het gaat ook over iets wat ik gevonden heb. En merkte je dat eigenlijk als schrijvende al? Want je kan er natuurlijk nu een jaar of, nou wat is het, 10 later, kan je er zo over praten. Maar toen je dat op een moment zelf schreef, wist je dat waarschijnlijk, dat toen kon je in elk geval nog niet bevroeden dat dit je ook zo'n vitaliteit ook zou gaan geven in creatieve zin. Helemaal niet. Nee. Ik had ook helemaal niet het idee dat het literatuur was of dat ik iets aan het, in die zin aan het doen was. En dat is misschien wel, achteraf kun je dat dan met heimwee naar kijken. Dat is eigenlijk het enige moment dat je in zekere zin oprecht bent. Omdat je, als je oprechtheid definieert als je niet bewustzijn van jezelf en niet steeds corrigerend optreedt bij je eigen gedrag en handelen. En dat is, en dat heeft achteraf voor mij denk ik te maken gehad dat het meisje waar het dan over gaat was net geboren. Dus je bent in een rare toestand dat je nog de euforie van de verliefdheidsgevoelens van de kerstverse vader hebt en tegelijkertijd al bij de begrafenisondernemer de bijpassende spullen uitkiest. Dus dat liep voor mij zo door elkaar dat ik daar helemaal geen weg uit wist. En verlangen naar iemand, als iemand die dood is, daar verlang je eigenlijk nog heftiger naar dan iemand die leeft. Dus gek genoeg zijn je gevoelens voor een dode veel heftiger dan die voor een levende zijn. Dus je houdt al zoveel van een kind. En als je kind dan doodgaat, dan ja, dat is een soort liefde in het kwadraat die door niks meer wordt benaderd. Dus dat is ook wel weer paradoxaal genoeg een prettig gevoel. Je hebt, je zei net zelf, van het oprecht. Je hebt heel oprecht geschreven. Tegelijkertijd is het dus van een schoonheid. En dat vind ik niet alleen, maar dat vinden heel veel mensen. Ja. Hè, die zeggen van, dit is zo ontzettend mooi geschreven. Dit is taalkunst. En in hoeverre botst dat met elkaar? Of botst het juist helemaal niet? Kom je, moment dat je echt oprecht bent, kom je dan tot dat vakmanschap, tot het kunstenaarschap van, dit is wat een schrijver hoort te doen. Zo hoort een schrijver met taal om te gaan. Nee, ik denk, het ging vanzelf. Ik heb het bijna zonder doorhalingen ook geschreven. Ik denk dat, ja, dat klinkt dan ijdel, maar als Michael Jackson loopt, dan danst hij al vanzelf. Dus ik denk als een schrijver schrijft, dan wordt het vanzelf literatuur. Dat is niet zozeer van dat hij daar nou met zijn tong tussen tanden op zit te oefenen. Maar dat is zijn kwaliteit. Ja. Dus dat je vindt kennelijk toch, je bent gevoeliger, muzikaler in ieder geval. Je bent gevoeliger voor dubbele betekenis. Dat gaat vanzelf. Dus dat is niet iets wat gekunsteld is. Ja, in de zin, alles natuurlijk wat je doet is gekunsteld. Je gedrag is ook gekunsteld. Ja. Maar nee, dat is me wel verweten door sommige recensenten. Ja. Onder andere Herman Franke heeft dat ooit in jouw krant nog wel eens geschreven. Ja. Waar bestond het verwijt? Nee, maar waar bestond, nu word ik natuurlijk weer nieuwsgierig, maar waar bestond dat verwijt dan uit? Nou ja, inderdaad, omdat natuurlijk iets wat mooi is, daar
daar denk je gauw aan ijdelheid. Als je een mooie meisje ziet wat er in haar, met haar speelt, is ze wel mooi, maar ze is ook ijdel meteen. En dat geldt ook voor een schrijver. Daar zit natuurlijk iets van, ja, in een mooie zin zit natuurlijk iets van genot. Maar dat heeft iedereen, als je bedoelt van de Heide, dat Tonio met die daar is hij zeker heel tevreden over geweest, over die fonds. De beginkreet. Dat is zeker, laat ik zeggen, daar heb je toch een tevreden gevoel over. En dat is natuurlijk, en dat heeft iets pervers, maar dat is sowieso, geldt voor een heleboel dingen. Het gaat ook voor kampliteratuur, concentratiekampliteratuur, waar ik een liefhebber van ben. En dan zie je ook schrijvers die zich vervallen in heel goedkoop moralisme en dit mag nooit meer gebeuren. En er zijn schrijvers die tot enorme hoogtes stijgen, zoals Primo Levi bijvoorbeeld. Maar wat is dat, een liefhebber van concentratiekamp literatuur? Is dat een hobby? Nou ja, wat die mevrouw net zei, over die oorlog en dat geld, dat vond ik een hele goede uitspraak, dat herken ik. Ik zeg, je zoekt als schrijver toch een situatie waar de flauwekul eraf gekrapt is. En waar mensen met de rug tegen de muur staan, waar het erop aankomt. En in je leven heb je zelf een paar omstandigheden. Dat is meestal met zaken van leven en dood. En er zijn ook wel andere kwesties waar het voor jezelf op aankomt. En de concentratiekamp is natuurlijk, in die zin is dat continu aan de orde. Je bent natuurlijk heel nieuwsgierig. Hoe doorstaat iemand dat? Iets wat voor jou, als comfortabele lezer op de bank in je favoriete leeshouding dan onbegrijpelijk is. En toch wil je weten wat het is. En tegelijkertijd kan je ook boeken schrijven waarin je zeg maar toestaat om de flauwekul op te zoeken. Ja. Waarin je mensen door en door laat gaan, terwijl je denkt, ja, nu de Kessels verhalen gaan soms die lijken wel een andere uiterste van wat je nu net vertelt. Nou ja, ik heb altijd een sterk ontwikkeld gevoel voor absurditeit van situaties gehad waar je zelf in zit. Dus dat heb ik altijd gehad. En door door wat ik als schaduwkind heb beschreven, is het gevoel van futiliteit van mijn eigen leven en van de leven om me heen sterker geworden. Dus ik heb er meer plezier in. Kijk, te schrijven is ook altijd een beetje wraak nemen op de wereld. Dus laat ik zeggen, achter iedere nihilist schuilt een moralist. Enzovoort. En achter iedere esteet een vuilspuiter en een vuilbek en een hoerenloper. Dus er zit altijd iets dubbels in. En het leven is onaanvaardbaar zoals het is. En daar zit altijd, bij schrijvers denk ik, en bij lezers ook wel, een sterk element in van ik ga dat toch eens even ontmaskeren. Of ik ga daar toch het mijne mee doen. Was dat ook bij Schaduwkind? Dat je dacht, ik neem het echt braak? Nee, helemaal niet. Nee, maar bij die Kessels boeken, of die, de banaliteit van het bestaan onderzoek. Een prachtige formulering. Ja, mooi hè, banaliteit van het bestaan. Is het gewoon een titel van een nieuw boek? Ja. Ja. Nee hoor, nee. We hadden ook beloofd dat we de mensen in de zaal zouden vragen om vragen te stellen. Ja. Dus we kijken nu richting de zaal, want die tijd die gaat zo ontzettend snel. En als u zin heeft, kunnen wij absoluut verder. Maar het is ook fijn als u vragen wil stellen aan onze schrijver. Het duurt altijd even, hebben we ons geleerd, Ayan, dat het een minuut duurt voordat mensen komen, maar dan komen ze ineens. In eerste instantie niet. Ja. En dan toch nog. Ja. Tenminste, dat was het tot dusver. Tot ja, zie je wel. Kijk. Ja, wat is het moment geweest, is de vraag waarop Frans heeft besloten dat dit boek, Schaduwkind, zoals hij daar straks uitlegde, zonder gedachte aan het publiek heeft geschreven. Ja. Het is natuurlijk toch een tekst geworden voor iedereen. Er is een publicatie gekomen. Er is een moment geweest waarop je dacht, dit kan wel naar buiten. Ja. Waar lag dat punt? Eerlijk gezegd lag dat bij anderen en bij toeval ook een beetje. Want het toeval en dat speelt ook wel een rol gespeeld bij het schrijven van dit boek, is dat ik toen ook een soort literaire crisis zat. Ik bij mijn uitgeverij Querido zat ik toen. En dat beviel mij helemaal niet meer om allerlei redenen die ik hier niet uit de doeken zal doen. Dus ik was daar ook weggegaan en ik was al naar een andere uitgeverij toen dat allemaal gebeurde. Gek genoeg had Van der Heijden precies hetzelfde later.
Die ging ook naar een andere uitgeverij. En toen moest hij ook het boek over zijn dode kind schrijven als eerste. En dat had ik dus ook. Ik was uitgenodigd om het relatiegeschenk te schrijven. Dat is een soort eer, wordt dat gevonden. En dan schrijf je een klein boekje wat heel mooi wordt uitgegeven. En er wordt aan de relaties van de uitgeverij toegestuurd. Rond oud en nieuw. En ik was daarvoor gevraagd. Maar ik zei toen tegen mijn uitgeverster, Mitsie van der Pluim. Van uitgeverij Contact, nu Atlas Contact. Ik zie er vanaf, want om begrijpelijke reden ben ik daar niet toe in staat. En, en zij was nieuwsgierig van, wat doe jij dan als jij niet schrijft? Een hele goede vraag is. Uitgevers die willen je toch altijd aan het werk houden natuurlijk. Maar ook, het is natuurlijk ook, wat doet een schrijver die niet schrijft? Dat is natuurlijk raar. Dus ik zei, ik schrijf wel. Maar wat dan? Dat is niet voor jou interessant. En toen ging ze bij mijn vrouw vissen. En die zei, het is wel heel interessant. Voor jou misschien ook wel. Mag ik dat dan lezen? En ik ben ook met haar bevriend. Dus natuurlijk wou ik haar wat laten lezen ook. Want zo dienden die teksten ook om het niet te hoeven vertellen. Het is iets heel raars als je iets ergs overkomt, dan schaam je daarvoor. Dat is bijna, iedereen heeft dat. Dus mensen uit het concentratiekamp kwamen, die schaamden zich. Dat ze er zo uitzagen en dat ze geen goed verhaal hadden, zou ik maar zeggen. En dat hadden wij ook. Dus dat, die teksten gebruikte ik ook als een soort rondzendbrief, zou ik maar zeggen. En zij was er, ik weet nog, ik zag haar het lezen, was er bij ons thuis, zat ze gewoon op de drempel van mijn balkon. En werd even helemaal stil. En maar dit, zei ze, dit, ik wil dit wel uitgeven. Ik zei, hoe dan? Ja, en toen kwam ze met dat relatiegeschenk. Misschien is dat dan een idee om dat daar te doen, want dan is het binnen boekenvak, dat zijn allemaal mensen die je toch een beetje kent enzovoort. En dan ligt het niet in de etalages te lonken. Ja. Ik zei, prima. Maar dat werd toen gek genoeg zo opgepikt door de pers. Ja, dat het al een run erop toch kwam. Al overgeschreven werd zonder dat iemand het nog kon lezen. En op zo'n manier dat die uitgeverij werd plat gebeld. De hele dag, waar kunnen we dat boekje krijgen? Ja. En toen had ik wel het gevoel dat er natuurlijk iets mee aan de hand was. En toen ben ik even doorgaan met schrijven. En toen heb ik dat uitgegeven. En toen dacht ik, dan komen er misschien nog 1.000, 2.000 mensen bij of zo. En toen werd het een krankzinnig circus met buitenlandse uitgevers die gingen bieden op de rechten. Ja, want je bent daarna naar allerlei landen geweest. Waar het boek is in hoeveel talen verschenen? Ja, 17 talen, 20 landen. 20 landen. Ja. En daar ben je ook allemaal geweest? Nee. Maar een aantal ik had wel. Toen nieuwe, ik had toen, of nieuwe kinderen, klinkt zo raar, maar ik had twee zoontjes hadden we gekregen later. Of tenminste toen één, nog maar. En toen wou ik niet weg. Dus ik heb alles afgezegd. Australië, allemaal hele prachtige landen. En toen dacht ik, maar dan moet ik, die baby zie ik dan niet. Nou, begrijpelijk. Ja. Zeer begrijpelijk. Mooi wat je ook zegt, hè, van het boek vertelde eigenlijk het verhaal, zodat jij het niet in persoon hoefde te vertellen. Ja. Een hele mooie manier om inderdaad mensen toch te laten weten hoe het met je gaat. Nou ja, ik kwam er toen achter, dat is het wezen van literatuur. Dat is het onuitsprekelijke. Dat is vaak zo'n term waar heel interessant over gedaan wordt. Maar het heeft ook veel met schaamte te maken en met ondraaglijke intimiteit. Hè? Dus en wie leest is alleen. Dus een lezer alleen kan veel meer aan dan iemand. In een zaaltje als hier moet ik het al doseren. Maar in een boek kan je natuurlijk toch het onverdund doen. Dus de literatuur komt, je komt toch op intiemere dingen uit. En dat, Mooi, de intimiteit van wat een boek kan bieden eigenlijk. Een verhaal vertellen. Ja, het lijkt afstandelijk. Ja. Van god, dan gaat zo'n vader een boek erover schrijven in plaats van met zijn vrouw te troosten of zoiets. Maar het is intiemer dan het niet te doen, zou ik zeggen. Dus. En heb je, je hebt het laten lezen aan je uitgever en dat de eerste reactie van een uitgever is, dit wil ik wel uitgeven, is niet vreemd. Zo zitten ze in elkaar, ze willen, die uitgever die wil uitgeven. Nee, maar het ging wel op een hele mooie manier. En later ook de directeur, dat is echt de geldman, die ken jij ook, Bert de Groot, die heeft nog in zo'n bestuursvergadering waar echt van die dikkoppen met van die pakken zitten, echt van die klootzakken, zou ik maar zeggen. En toen heeft hij daar staan zwaaien van, hier doen we het voor.
dit is de literatuur waar we het voor doen. Dus ik dat meen. Dat nee, dus de beweegredenen kon je als valide bestempelen. Ja. Ja. Maar heb je daarna nog wel eens gedacht dat nu geef ik toch iets weg? Het was helemaal van jezelf. Dat je het intieme te groot maakt. Ja. Nee, want ik dat is natuurlijk wat hier gebeurt, omdat de intieme details, om zo te zeggen, die zijn heel vanzelfsprekend voor als je schrijft. Dus als ik voor een publiek zou schrijven, zou ik mijn best doen die details aan jullie duidelijk te maken. Maar omdat ik dat niet aan het overbrengen was, sla ik die gewoon over. Ja. Dat werd ook wel door sommige recensenten, dat kun je niet meer voorstellen. Onder andere de Neue Zürcher Zeitung, schijnt een hele nette krant te zijn. Maar die maakte zich kwaad dat je helemaal niet te weten kwam wat voor ziekte het was. En allerlei dingen. Ja. Die ging daar helemaal zo een beetje teleurgesteld van, ik wou alles te weten komen en ik kreeg helemaal niks. En dat vond ik wel een compliment natuurlijk. Maar dat is een... Dus in die zin voel ik het niet als verraad. Ik denk, dat denk ik meer bij Adrie van der Heijden en Mirjam. Maar dat heeft ook te maken, schrijverschap van der Heijden is een heel ander soort schrijverschap dan van mij. Daar had ik dat wel. Daar las ik dat zelf wel met... van jongen, wat ben je nou aan het doen? Moet je dat nou allemaal opschrijven? Maar ik denk dat van der Heijden zijn werk gaat over gêne en schaamte en schaamteloosheid en ja, en is het in die zin dan passend? Is het dan toch wel passend? Het is gepast bij zijn schrijverschap. Ja, dus het is, hij is natuurlijk een ander iemand. Maar daar had ik het zelf bij. Dat vond ik zelf bijna ondraaglijk. Van moet ik dat allemaal weten? Omdat het heel ontluisterend ook is. Hij houdt niks in. Nee. Alles. Misschien is dat ook weer te veel. Nou ja, nee, daar heb ik geen oordeel over. Dus voor hem is dat ook natuurlijk een essentieel moment in zijn schrijver geweest. Hij had zoveel goede boeken al geschreven. En hij had alle prijzen, zou ik maar zeggen, al gekregen. Hij kreeg er nog een paar. Maar je leest eraan af. Daar komt het voor hem erop aan. Bij dat boek denk ik, nu moet ik. Dat hele schrijverschap komt op dit moment aan. Ja. En dat had ik ook zelf toen ik het schreef. Van, als je het een beetje schrijft, dan moet je, als je dit gaat overslaan. Dit niet onder woorden kunt brengen. Dan kun je er helemaal beter mee stoppen. Dus het is een ervaring, een gebeurtenis waarbij de normaal gesproken mensen dan tegen elkaar zeggen, daar zijn geen woorden voor. En die blijken er dan toch te zijn. Juist. Ja, eigenlijk zijn er voor alles woorden. Ja, ik heb zo de mooiste complimenten. Ja, er zijn natuurlijk veel mooi. Maar is dat mensen naar mij toe kwamen die 30 jaar daar niet over gepraat hadden, dat gewoon doodgezwegen hadden en dankzij dat lezen van de boeken over konden praten. Dus dat is een hele belangrijke vergeten functie van de literatuur, dat die het verwoord wat eigenlijk niet verwoord kan worden, omdat het taboe is, of omdat het te beangstigend is, of omdat het te gruwelijk is, of omdat het te moeilijk is. En dat is natuurlijk de oerfunctie van de schrijver, die altijd uitlegt wat de goden bedoelen met hun zinloze vreedheden. Ja, dat is. Wat kan er dan hierna nog in uw schrijverschap gebeuren als dit zo'n Rubicon ervaring is? Ik ga niet concurreren met mezelf. Nee, dat is natuurlijk vergelijkbaar met het is een bijna een mystieke belevenis. Het is dus vergelijkbaar met Petrarca op de Mont Ventoux. Ik wil nu niet met Petrarca vergelijken, maar jouw collega. Mijn collega Petrarca. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk zo. Dat is de reven met de avonden. Ik natuurlijk denk je dat wel eens, maar ik heb ook wel eens een soulzanger gesproken, Eddie Floyd. Knock on Wood, dat is een grote hit. Ja. En toen zei ik, vind je dat nou niet vervelend? Want elke keer waar jou komt, moet je weer Knock on Wood zingen. En hij keek me aan van, man, dit is toch fantastisch. Ik heb een nummer geschreven, dat wordt overal ter wereld gedraaid. En iedereen zingt het mee. En hij vond het prima. En ik heb dat met dit boek ook. Ik ben blij dat ik het geschreven heb. Dus ik denk niet aan van, nu ga ik dat nog even wegschrijven of zo. Dat, nou ja, iets anders. Ik bedoel, er zijn wel meer dingen natuurlijk. Als iemand doodgaat, moet je ook de aardappels weer schillen. Dus
het is geen crescendo of zo. Dus er komt, en je hebt natuurlijk ook al wel uitgelegd dat het schrijven van het boek voor jou ook juist een enorme opleving weer Het is mij een enorme bevrijding geweest voordat ik het, omdat ik in staat ben geweest te verwoorden. Ik had me anders waardeloos gevoeld als je dat eromheen moet lopen. En dan had ik weer een boek geschreven over, zoals Vladivostok, over corruptie in de politiek. En ja, dan denk ik, waar ben ik dan een lul dat ik dat daarover ga schrijven? En wat het belangrijkste voor me is, laat ik liggen. Dat weet je niet, precies. Helaas moeten wij dus nu ophouden met dit gesprek. Dat is echt heel jammer. Maar hartelijk bedankt. Ja, heel mooi. Een boek dat kan dienen om weer een goed gesprek met mensen te hebben over die emoties die we soms wegstoppen. Ja. Dank daarvoor. En u ook. Bedankt.